Al dat gezag aan de stoelpoten van PvdA-leider Diederik Samson, die hier achter mij zijn werkkamer heeft, het zal de Partij van de Arbeid niet helpen. Integendeel. Politiek is ook vaak zo voorspelbaar. Dit weekeinde voor de Partij van de Arbeid een historisch dieptepunt in de peilingen. Nu nog 38 zetels in de Kamer en in de laatste peiling van de Hond maar 8. En ja, hoor, daar was de stressreflex weer. Een groepje kritische PvdA's dat zich links omnoemt, kwam zondagavond meteen met een brandbrief. Diederik doe het niet was de kop. Diederik maak plaats was de strekking. Maar was het niet diezelfde Diederik Samson die in 2012 van 12 kansloze zetels in de peilingen in drie weken tijd er 38 van maakte op de verkiezingsdag? Het roer moet om. Nederland smacht ernaar om zijn kracht, zijn onderlinge verbondenheid en zijn optimisme weer terug te vinden. En dat kan. Samen kunnen we de schouders eronder zetten en ons uit deze recessie werken. Maar makkelijk zal dat niet zijn. De Partij van de Arbeid ging regeren met de VVD. Een economische crisis, een vluchtelingencrisis. Ja, dan gaat het van ouw. Maar los je dat op, zoals in het betaalde voetbal, door meteen maar de coach te wisselen of daarvoor te pleiten? Meestal niet. Je draait de boel alleen maar verder in de prut. Andere partijen, VVD, CDA, D66, SP, ook die hebben het allemaal meegemaakt. Dit soort discussies die werken vaak afrechts. En ze zijn vaak ook onheus en eigenlijk ook vals. En die briefschrijvers lijken dat zelf ook wel in te zien. Want ze schrijven: en soms krijg je stank voor dank en voelt kritiek als een mes in de rug. Dat is niet altijd eerlijk, maar vaak wel onafwendbaar. De Partij van de Arbeid zal na de zomer ongetwijfeld zelf ook kijken hoe het zit met het vertrouwen in Diederik Samson. Ze doen er zelf ook uitvoerig onderzoek naar. En misschien is wel de conclusie, Diederik, je kunt toch beter het veld ruimen en plaatsmaken voor iemand als de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Maar als je eigen partijgenoten, ook vanuit de eigen fractie, daar waar het ook rommelt in dat gebouw, al zo bezig zijn je te beschadigen, dan heb je geen politieke vijanden meer nodig.